show. Soufiane Touzani. Hakim Ziyech wordt de magician genoemd, de wizard, de tovenaar. En nu ben jij een van de beste magicians van Nederland. Hij zegt het. Klopt, en het is ook zo. Hakim Ziyech, ik wil hem een beetje gek maken. Ik heb vaak met hem opgenomen, maar in deze aflevering moet hij eventjes gek worden van mij. Ik heb een beetje magie van je nodig. Ik heb je hulp nodig. Ik ga je erbij helpen. Ja. Ik ben niet voor niks natuurlijk overgevlogen helemaal naar Londen. Ja. Ja, waar zat je aan te denken? Ja, ik weet niet. Jij moet mij helpen. Ja. Nou, zullen we even met een warming-upje beginnen? Yes, warming-up. Kaartspel, zo, kijk. Van de ene naar de andere hand. Ik heb het idee dat jij dit ook wel kunt. It's showtime. The Wizard of Amsterdam. Living in London. Hoe bevalt het leven in Londen? Goed. Goed, man. Ja, wat ga ik jou zeggen? Londen is Londen. Ik heb een cadeautje voor je. Die moet je goed vasthouden. Waarom? Ja, straks ga ik daar iets mee doen. Dus hou hem goed bij je. Maar mij kennende gaat hij zo de lucht in. Nee. Alsjeblieft niet. Alsjeblieft. Je leefde in Dronten. Van Dronten richting Heerenveen, Enschede. Steeds groter naar Amsterdam. Nu in Londen. Next stop? Goeie vraag. Tokio, dat is nog groter. Tokio, wow. New York. Oké, next stop, ik ga ervoor zorgen. Oké, wat ga je regelen voor me dan? Ja, kijk eens wat ik heb geregeld, een mooie bus. Yes, let's go. Go. Hou hem goed vast, hè. Hij is veilig. Hakim, jij hebt heel lang gewacht met het maken van de juiste stap. En uiteindelijk maak je de stap naar Chelsea. Dan is er een trainer die gek op jou is. Een trainer die jou per se wilde hebben. En dan wordt de trainer ontslagen die jou heeft gehaald. Mm-hmm. Moet je dan even achter je oren krabben of had je met dat scenario ook rekening gehouden? Moet je altijd wel een beetje in je achterhoofd hebben. Maar dat het zo snel zou gebeuren had ik niet op gerekend. Over trainers gesproken. Uh-huh. Wie zijn de belangrijkste trainers voor jou geweest? Alfred Schreuder staat bij mij wel op één, denk ik. En Peter Bos, denk ik. En waarom Peter Bos bijvoorbeeld? Dat ik een hele transformatie heb gemaakt in het worden van een complete speler. Nou ja, natuurlijk ook op persoonlijk vlak heb ik niet alleen voetballend, maar ook als persoon, als weet je, daar ben ik ook enorm gegroeid. Kijk, en omdat die eerste gesprek die ik met hem had, was op de arena, hadden we een hele lange gesprek en ik herken nog, er was één vraag die hij me stelde. Nou, buiten alles hoe die wil spelen en die pakte me... Welke vraag? Die pakte me eigenlijk wel. En hij zei, wat verwacht je van mij? Als, zeg maar van hem, naar mij toe. En mijn antwoord was daarop van... het enige wat ik wil is dat je eerlijk bent. Weet je, en vanaf dat moment klikte het gewoon. Nee, met zulke mensen die altijd eerlijk naar mij zijn geweest, daar kan ik wel heel goed mee opschieten. Alfred Schreuder. Waarom Alfred Schreuder? Je zegt nog op nummer 1. Ja, die klik die je dan met bepaalde mensen of trainers hebt, die was gewoon bij mij, tussen mij en Alfred was dat gewoon perfect. Kijk, bij sommige mensen heb je een bepaald gevoel die het beste uit je naar boven halen. Weet je, en daar hoeft niet eens heel veel woorden aan vuil gemaakt te worden. Dat is gewoon puur een gevoel wat je met iemand hebt of een klik wat je met iemand hebt. En de vrijheid die je bij iemand hebt. En ja, die vrijheid die hij mij gaf, heb ik wel enorm goed gebruikt. In de zin van, heb ik het uiterste uitgehaald. Ja, dat is gewoon een fijn gevoel. Ik ga het nog één keer herhalen, gewoon voor de zekerheid. Herhalen. Peter Bos ging om die ene vraag, daar was het begonnen. Ja, toch? Dat hij aan jou vroeg. Ja, toch? Wat verwacht jij van mij? Uh-huh. En waarvan jij zei, eerlijkheid. Eerlijkheid. Alfred Schreuder, in grote lijnen is... Vrijheid. 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 Ja, de ballon. Mag ik die even? Jij hebt hem al die tijd bij je gehouden. Ja. Hey, iets zit erin. Iets zit erin. Ja, toch? Ja, wat zit erin dan? Dat weet ik niet. Maar dat is de vraag. Ja, jij mag hem nu lek prikken. En doe je ogen dicht, hè? 3, 2, 1. Nee, even serieus. Hoe? Ja, ja. Ogen dicht. 3, 2, 1. Doe dan. Ah, hey, yeah. Dus ik prik goed. Yeah. Wat is dit? Ja, wat is dit? Dat moet jij nu even hardop lezen. Wat staat daar, meneer Ziyech? Hardop, hè, alsjeblieft. Ja, toch? Wat staat daar? Schreuder. Ja? Op 1. Perfecte klik. Het beste uit jezelf halen.
vrijheid. Oké. Niet slecht. Bos. Transformatie tot een complete speler. Groei op persoonlijk vlak. Lange gesprek in de arena over eerlijkheid. Ja, toch? Ene vraag. Maar dit wist je al. Hoe wist ik dit al? Deze specifieke dingen. Kan de wizard ontcijferen? Ja. Je hebt ze gevraagd. Ik heb het gesprek net met jou gevoerd. Ja, toch? Jij probeert echt nog hieruit te komen, gewoon. Ik moet altijd kijken of je ergens probeert uit te komen. Dit is dus geheim. Wanneer je slecht tegen je verlies kan. Nooit toegeven. Hey. Hakim, we staan voor de wereldberoemde Big Ben. De tijd tikt maar door. Net als het aantal volgers van jou op Instagram. Je hebt 4,9 miljoen volgers op Instagram. Ik vind dat paranoia. Insane. Even een besefmomentje. Dat is ongeveer 120 keer de aantal inwoners van Dronten. 40 keer Enschede. 6 keer Amsterdam. Kortom, 4,9 miljoen mensen hebben besloten om jou op de voet te volgen. Op dit moment zie jij hier real life wat er gebeurt met jouw account. Ja. Kijk, er komt een volger bij. Oh, volger eraf. Oh, gaat. Dat zijn Arsenal-fans, denk ik. Kijk, er komt weer nabij. Wat wil je zeggen tegen die mensen die je nu hebben gevolgd? Ik hoor jullie, man. Dankjewel. Thank you. Oh. En wat wil je zeggen tegen die mensen die ontvolgen? Want dat zie ik ook af en toe voorbij komen. Ja. Niet erg. Kan je iemand anders volgen, toch? Aki. Sofiane. Kaart. Sofiane. Jij hebt een kaart in je hoofd. Ja, toch? Ja, jij hebt een kaart in je hoofd. En dat is? Ja, zeg ik het maar. Ik heb het in mijn hoofd. Ja, maar zeg het even. Ik heb het in mijn hoofd. Ja, maar ik heb het even nodig om te kijken of het klopt. Ja. 9 ruiten. Dus jij hebt een kaart in je hoofd. Welke kaart ruiten. Is dat? 9 ruiten. 9 ruiten. Ja, toch? Ik weet dat je vandaar hebt. Ja. Nou ja, we hebben niet heel veel tijd. De tijd tikt door, Hakim. Jij had een kaart in je hoofd. Kun je even iets hieruit halen, alsjeblieft? Ja. Ja, wat wil je nou? Nee, ik moet je eerlijk zeggen, hij was goed. Eerlijk? Hij was goed. Ik ben nog niet overtuigd. Niet helemaal, maar hij was daar. Maar ik ben nog niet klaar met jou. Tijd dikt door. Kom, we gaan. Ja, toch? Oké. Wees scherp. Altijd. Ik heb je gewoon, hoor. Je was daar ook, hoor. Ik zag je in mijn ooghoek, hoor. Ik heb je gezien. Wat zeg je? We gaan voetvollen. Je mag de bal niet laten vallen. Okay. Maximaal 3 keer raken. Oké. Okay. Steen, papier, schaar. Wie er mag beginnen verliezen, krijgt piek op het oor. Jalla. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Ik begin. Ja, toch. Begin. En ik win. Ik neem hem als een man. Weet je, het is, ik ben niet van parkeer de bus en zo. Ik ben van aanvallend voetbal. Geef je oren, geef je. Wie niet wil horen. Geef je oren, geef je oren. Kom hier. Doe die krulletjes rustig zo. Jullie zoeken commotie en mogen jullie best doen van mij. Jouw balgevoel is exceptioneel. Maar jij bent sowieso iemand die alles op gevoel doet. Binnen en buiten het veld. Je hebt een sensor dat je heel snel kan weten hoe iemand in elkaar zit. Waar komt dat vandaan? Ik heb sowieso altijd wel een schild voor me. Weet je, voordat die schild voor jou open gaat, moet je door heel veel fases. En als jij niet door die fase komt, dan tegen die tijd komt de ware aard van mensen altijd wel naar boven. En, ja. Vroeg of laat vallen ze toch door de man. Ze zeggen wel eens, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Uiteindelijk altijd wel, ja.
iets van een fleet. Ik heb niets alsjeblieft om je zeg maar waar je was. Yeah. Best triest, ben het triest, maar met niemand zijn vies. Heb ik kies in de tas. Yeah. Je wint, je verlies, zag je laatst op de fiets. Boe je liegt dat je baas. Yeah. In de streets, maar het liefst ben ik bezig. Er zijn pure mensen en er zijn clowns. Er zijn ook wel eens krantenkoppen dat ik bij mezelf denk, het liefst verscheur ik ze gewoon. Maar echt gewoon zo, weet je wel? Gewoon, help eens mee. Maar weer van boven naar beneden scheuren. Ja, doe maar. Doe maar, zo, zo. Hier zo. Prut, er doorheen, zo. Ja, ja, ja. Kom maar, ja, kom maar. Ja, natuurlijk. Ja, dat kan gewoon. En dan hier zo, huppakee, zet ik hiervoor. Mag je dit ook bij dan? Die mag er ook bij, mag er allemaal bij, zo. Er zijn van die krantenkoppen dat ik echt denk van, verscheuren. Maar af en toe denk ik ook wel eens, ja, schouders ophalen. En soms denk ik, dingen moeten rechtgezet worden. Mm-hmm. Ja, en waarom moeten dingen rechtgezet worden? Jij bent een hele oprechte iemand. Dat doe ik niet om te slijmen. Mm-hmm. Ik ga even een anekdote delen met degene die nu aan het kijken is. Om te laten zien hoe oprecht jij bent. Mm-hmm. Ik ben benieuwd. Je bent naar Chelsea gegaan. En op een gegeven moment werd Lampard, de trainer die jou haalde, die werd ontslagen. Mm-hmm. En toen sprak ik jou, off the record, zonder camera. En toen zei ik, Hakim, wel jammer man dat Frank Lampard weg is. Toen zei jij, ja, is wel jammer ja. En meer kwam er niet uit. Waarop ik emotioneel zei, en die Tuchel was in de tijd dat je minder speelde. En die Tuchel dan? Wat is dat voor een gare trainer die jou niet zoveel laat spelen? En toen zei jij, nee, wacht even. Het feit dat ik niet speel maakt hem niet een slechte trainer. Maar hij is wel gewoon een goede trainer. Dit wil ik even delen om te laten zien hoe oprecht jij bent. Je wat bent gewoon is, straight to the point. En daarom moeten dingen even rechtgezet worden hier. Ja. Ik wil het echte verhaal horen, Hakim. De bondscoach van Marokko, die heeft gezegd dat jij onprofessioneel gedrag hebt laten zien. Onacceptabel. Te laat komen, weigeren om te trainen, weigeren om te spelen. Mm-hmm. Dit is het moment dat ik even jouw kant van het verhaal wil horen. Hij heeft zijn visie ervan. Ik heb mijn visie ervan. Het is wat het is nu. Ik weet wat er gebeurt. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Kleine opsomming. Heb jij onacceptabel gedrag laten zien? Nee. Onprofessioneel? Nee. Geweigerd om te spelen? Nee. Heb jij jezelf boven de groep gezet en de groepsproces verstoord? Nee. Ik behandel iedere speler met respect. En ik denk iedereen die mij kent en met wie met mij gewerkt heeft, weet dat. En, weet je, het is wat het is. And, so be it. It is what it is. En ja, namens alle Marokkaanse voetbalfans wereldwijd hopen we je snel terug te zien. En deze bondscoach moet even heel snel te raden gaan waar die aan is begonnen. Hakim, ik heb hier een aantal ballen verzameld. In deze ballen zitten verschillende kleuren. Rood, geel, groen, blauw om precies te zijn. Jij bent een wizard on the pitch. Maar ben je ook de wizard off the pitch? Jij moet voorspellen welke kleur in zo'n bal zit. We gaan eerst steen, papier, schaar doen om te bepalen wie er moet beginnen. Oké. Steen, papier, schaar. Oei. Jij begint. Ja, bro, jij mag aftellen. Nee, schiet. Hakim doet deze dingetjes niet. Als een scheids tegen hem zegt, kom even hier, zegt hij, jij moet komen. Yes, welke kleur zei ik ook weer? Ik weet niet. Groen, groen, ik zeg groen. 3, 2, 1. Hé, je hebt gekeken, jij wist het, jij wist het. Het is groen! Nu er één schoen toch al vies is, pak die schoen voor mij. Ik wil jouw schoen niet kapot maken, man. Welke kleuren zijn er nog? Geel, blauw en rood. Die? Ja, die. Ja, eerst kleur zeggen. Geel. Kom maar. Hey, die bal is hard, man. Die bal is hard, man. Hey, mijn schoenen worden wel steeds mooier. Regenboog. Ja. Hey, wat moet ik nu doen? Wat je moet doen? Incasseren. Incassobureau. Collect,
Oké, Hakim, jij bent vanaf nu regisseur. Je hebt een goed idee. Wat gaan we doen? Steenpapier schaar. Verliezer gaat de bal koppen. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. Steenpapier schaar. 1-0. 1-0 voor jou. Maar wacht, tot de 3. Ja, toch? Oké. Steenpapier schaar. 2-0. Steenpapier schaar. 3-0, Jantje. Wow. Zal ik aan hun vragen of ze willen gooien of? Wil je nog dat ik hem gooi? Jij bent de assistkoning. Oké. Wil je nog bal kiezen? Oh ja, ik pak deze en ik zeg dat is rood. Kijk hoe, zo moet je een bal behandelen. 3, 2, 1. Ik ga ook even laten zien dat dit rood is. Gewoon even ter controle dat alle kleuren gewoon klopten. 3, 2, 1. Hakim, je hebt een goede trap. Maar ik heb het idee dat mijn magische trap vandaag goed uit de verf komt. Hier in Londen. We hebben beide één poging. Er gaat zo meteen een busje voorbij rijden met daarop een goal. Eén poging. Eén poging! Ja, Golasso! Ik zei het. Ik wou met de kruising. Dit heb ik ook weer voorspeld. Ja, in de kruising, je moet gewoon in die goal. Dit zijn prestige dingetjes, hè. Je kan wel andere leuke challenges winnen. Hier gaat het om. It's my ball. Look, it's my ball. Oh. Ja. Dat, het boeit hem niet. Heb je gezien? Het boeit hem niet. Hakim, jij bent de Wizard of Amsterdam. Maar ik heb een van de beste magicians van Nederland speciaal voor jou laten overvliegen. Dit is de one and only Michel. En hij is degene die mij een spoedcursus heeft gegeven, waardoor ik jou vandaag een beetje heb gek gemaakt. Ja. Michel, take us away. Ja, ik was eigenlijk wel heel benieuwd. Wat vond je ervan eigenlijk, Hakim? De act was slecht, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Of de uitvoering? Hij is slechte verliezer. De act of de uitvoering? Slechte verliezer. Beide een beetje. Maar dat komt door die spoedcursus. Hij heeft wel zijn best gedaan. Hoor. Hij is geen snelle leerling. Dat is het meer. Ja, dan aan mij de eer eigenlijk om af te maken. Om jou echt te verbazen met magie met een hoofdletter M. Ik ben geen snelle leerling, maar hij is zeker geen goede verliezer. Ja. Want je had hem echt een paar keer echt bij de neus toch? Wel. Bij de neus? Ja. Begin over neus? Nee, niet over jouw neus, maar altijd wat hè, met die mensen. Het is ongelooflijk. Ja. Michel, take us away. Jij bent een grote baltovenaar. Jij bent een tovenaar in opleiding. Ik ben van beroep een tovenaar. Maar de grootste tovenaar natuurlijk is Harry Potter. En waar anders dan hier in Londen kunnen we stilstaan bij deze grootheid. Okay. We gaan zo dadelijk met die boeken die hier achter ons staan, gaan we wat doen. Maar ik wil je eigenlijk eerst even vragen om dit envelopje op een plek op te bergen waar het veilig is. En ik vroeg me af, Hakim, heb jij een plek die veilig is? Ja, zeker. Daar moet hij even over nadenken. En hij stopt het toch heel nonchalant in de jaszak van zijn jas. Heel goed. Nou, hier achter mij zie je 4 boeken staan van Harry Potter. We hebben hier ook een bal. En ik wil jou vragen om op gevoel 1 van die 4 boeken te kiezen. En dat doe je door met die bal tegen een boek aan te schieten. En als het boek omvalt, dan gaan we dat gebruiken voor dit experiment. Welke wordt het? Deze? Ja? Tweede boek gaat kiezen. Fantastisch. Hè? Je hebt dit boek gekozen. Dit is deel 5, zie ik. En ik wil je eigenlijk vragen, even kijken hoeveel pagina's het zijn. 500 zoveel, 700 zoveel. Zou jij eens een paginanummer willen noemen? Een nummer waarvan je zegt, nou daar heb ik best wel een goed gevoel bij. 222. 222. Wat ik jou zou willen vragen is, heb jij een ring toevallig? Een ring? Ja. Jij hebt een ring, Toussaint. Dit is niet zomaar een ring, hè? Dat is een tovenaar ring. Zou ik die even mogen lenen van je?
dankjewel. Hey, en wat ik je wil vragen is om zo dadelijk stop te zeggen op gevoel. Dus wat doe ik? We gaan naar die pagina 222 en ik ga daar met een ring, de ring van Toussaint, die ga ik over die pagina. En ik wil jou vragen om ergens op gevoel stop te zeggen. En dat moment mag je helemaal zelf bepalen. En laat je vooral niet beïnvloeden door dat wat ik zeg en dat wat ik doe. Ja, je bent wel echt een magician, toch? Hier krijg je hem. We zijn live trouwens, hoor. Stop. Jij zegt hier stop. En ik wil je vragen om eens goed te kijken bij welk woord jij gestopt bent. Wat staat daar? Mother. Mother. Oké. Hakim. Yes. Jij hebt zelf uit 4 boeken dit boek gekozen. Je hebt vervolgens een paginanummer gekozen. En je hebt zelf ergens stop gezegd bij het woord mother. Als je een ander boek had gekozen of een andere pagina of ergens anders stop had gezegd, had je een ander woord gehad. Er zijn miljoenen mogelijkheden. Jij stopte bij mother. Herinner je nog dat envelopje wat ik jou zojuist gaf? Ja. Zou je dat er eens bij willen pakken? Aandukken. Mag ik hem openmaken? Maak hem open. Zo kom je met deze acties, hè? Wat staat daar? Ja. Bij mij deed je nog bij de hand en zo, maar dit is Michel, hè? Ja. Ja, maar dit kan niet, man. Dit kan dus wel. Zou je mij ziek maken of niet? Van al die woorden. Van al die woorden komt hij met deze. Ja. Ben je een beetje overtuigd, Hakim? Zullen we nog een stapje verder gaan? Ik ben benieuwd. Ja, grappig met mijn man komen. Let goed op. Schaar gaat weg. Jij koos het woord mother. Ja. Dat had elk woord kunnen zijn. Klopt. Let goed op. Ga jullie mindgames met mij spelen? Wiens mother is dit? Dat is mijn moeder. Jouw moeder. Hey, jullie gaan mindgames met mij spelen, man. Wat is dit? Nee, man, dit kan niet. Man. Je krijgt er een mooi lijstje bij, kun je hem mooi inlijsten. En waarschijnlijk krijgt hij wel een prachtige plek in jouw appartement. Hoe schijnt je normaal dan met mij? Nee, maar hoe? Het is stil geworden in Londen. Ik geef hem aan je mee en ik wens je heel veel sterkte, man. En niet wakker blijven liggen vannacht. Dank je. Succes. Nee, man. Zijn we het weg gek doen of niet? Precies, hè, broer. En nu zie je pas wat voor amateur ik ben. Ja, maar dat wist ik al van jou. Dus. Maar dit is next level, man. Mijn hersens draaien nog. Mijn hoofd draait nog. Nee, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. En, tot ziens. Al dus de wizard, de magician, de baltovenaar, Hakim Ziyech. انت القوافي اللي حلت لساني وانت هي النوطه اللي سحراني